Welkom allemaal bij deze weekreading voor 17 tot en met 23 juni 2023. We gaan beginnen met de tea leaves en kijken wat er voor deze week naar voren mag komen. En we beginnen met de cane. Pay attention to your health. Let op je gezondheid de komende week. Let op je gezondheid. Een belangrijke boodschap voor sommigen van jullie. De tweede kaart zijn de muizen. Discord among friends or family. Dus oneenigheid tussen vrienden of familieleden. Voor de komende week. Wat mogen we nog meer ontvangen, universum? 17 tot en met 23 juni. We hebben weer die man met blond, grijs of wit haar. Te maken hebben met deze man of een relatie hebben met een man met blond, grijs of wit haar. En dit kan ook iemand zijn waar er dus een soort van oneenigheid mee is. Een familielid, een vriend. Wat mogen we nog meer ontvangen, universum, nog één kaart. Voor 17 tot en met 23 juni 2023, de komende week. En we hebben de maand juli. Dus juli kan voor sommigen van jullie een belangrijke maand worden. En er kan ook iets de komende week spelen wat te maken heeft met de maand juli. En het kan zijn dat je nieuws ontvangt. Als je aan het wachten bent op een brief, op nieuws of op een pakje. De komende week kun je, ja, aan het wachten zijn. Het kan ook voor sommigen van jullie zo zijn dat het nieuws gaat binnenkomen de komende week. En het kan ook met je financiën te maken hebben. En onderop het volgende dek hebben we een kroon. Eer en respect zal naar je toe komen met deze kroon. Een hele mooie kaart. We mogen nog meer ontvangen, universum, voor de komende week. 17 tot en met 23 juni 2023. 24. Ja, en ik blijf de fout maken. Maar we zitten natuurlijk in 2024, universum. 17 tot en met 23 juni 2024. De tijd gaat ook zo snel. En we hebben een target, een doel. Een doelgerichte persoonlijkheid. En het kan je eigen energie zijn. Het kan ook iemand in je omgeving zijn. Iemand met wie je te maken krijgt de komende week. Maar het kan ook zo zijn dat je zelf, ja, de komende week aan bepaalde doelen zult werken. Oh, en er draaien een hele stapel kaarten om. Het zijn er te veel, universum. Nog twee kaarten. Voor de komende week 17 tot met 23 juni 2023. We hebben een deur. En die deur staat voor kansen die op jou wachten. Dus er zijn bepaalde kansen. Er zijn wellicht bepaalde deuren die wachten om door jou geopend te gaan worden. Dan hebben we een boot. En die kwam er ook tijdens het voorschudden naar voren. Geld. Of eigendom door een erfenis, een gewin of een meevaller. Het kan zijn dat er daar nieuws over binnenkomt. En we hebben nog een kaart die met financiën te maken heeft. Let op je financiën. Met deze tas, met deze portemonnee. Let op je financiën. En onder op het dek hebben we nu een diamant. Je zult een heel kostbaar geschenk ontvangen. Of geven aan iemand. A precious gift. Ik leg ze hier neer. En we gaan kijken wat er met de tarotboodschappen naar voren mag komen. We hebben hier een staaf 9. Dat kan een energie zijn van je uitgeput voelen. Dus iemand die zijn muur omhoog heeft. En voor sommigen van jullie heeft het ook te maken met ergens aan blijven vasthouden. Volhouden, niet opgeven. Hoeveel obstakels er ook op je pad komen. Gewoon vol blijven houden, door blijven gaan. En niet loslaten. Niet opgeven. Maar dit is een hele vermoeiende, ja, een gewonde strijder. Iemand die al heel veel heeft meegemaakt. Iemand die vermoeid is. En het kan ook de energie zijn waar je kunt wat laag in je energie voelen de komende week. Universum, wat is de boodschap? Of wat zijn de boodschappen? Voor de komende week 17 tot en met 23 juni 2023. Wat zijn de boodschappen? Wat mogen we ontvangen voor die komende week? Wat mogen we ontvangen? Drie kaarten voor de komende week. Drie kaarten. Ja. We hebben de koning van pentakels. Stier, maagd, steenbok. En we hebben twee vijven.
We hebben de zwaarden 5. En we hebben de staven 5. Die zwaarden 5. En die staven 5 kunnen staan voor conflicten. Dit kan een innerlijk conflict zijn met de zwaarden 5. Want het is luchtenergie. Het gaat allemaal over het mentale, het verstand. Staven 5 kan ook staan voor meerdere partijen. Of een bepaalde persoon waar er meningsverschillen mee zijn. En het kan ook staan voor competitie. Als het gaat om je succes met die koning van pentakels. Dit is iemand die succes behaalt. Iemand die voor zichzelf stabiliteit creëert. Aarde-energie. Koning van pentakels. We hebben hier die man met blond, grijs of wit haar. Je kunt te maken hebben met een stier, maagd of steenbok. Dit kan ook iemand zijn die een bepaalde rol gaat spelen de komende week. Onder op het dek hebben we de staven 3. En die koning van pentakels, als jij gefocust bent, want dat is wel iets wat de koning van pentakels is. En we hebben hier een heel doelgerichte persoonlijkheid. Als jij jezelf herkent in die energie, dan kun jij ook die koning van pentakels zijn die hier ligt. En echt die energie hebt van met de zwaarde 5, ik wil winnen, koste wat het kost. En ik ben bereid om mijn concurrentie uit te schakelen en ook bepaalde dingen te doen. Met die zwaarde 5, dat is echt iemand die alles doet om eigenlijk te winnen. Vastbesloten om die uitdaging aan te gaan met de staven 9 die we net zagen, niet opgeven. Dus je gaat de competitiestrijd aan, je gaat die uitdaging aan, heb ik het gevoel. Om inderdaad je stabiliteit, je veiligheid, je zekerheid te waarborgen of succes te halen. En het kan ook te maken hebben met een financiële situatie, waarin je inderdaad bereid bent om ergens voor te vechten, als het ware. Met de staven 3, dit is iets waar je op hebt gewacht, iets waar je op hoopt, iets wat je wil manifesteren. En voor sommigen van jullie ben je ook al heel lang ergens aan het werken om iets te bereiken. De staven 3. Onder op het dek, de kelken 9. En dit is een kaart van tevredenheid, dankbaarheid. Emotionele balans. Heel veel emoties onder op het dek. We hebben 3 kaarten met kelken. We hebben dus die kelken 9. We hebben de schildknaap van kelken. En we hebben de kelken 6. Met een aas van zwaarden. En een koning van zwaarden. Dus voor sommigen van jullie heeft het te maken met een besluit wat er genomen wordt. En je bent aan het wachten op antwoord. En daar moet misschien nog iets, een soort van compromis gesloten worden. Dit kan ook te maken hebben met een werksituatie. Maar ik krijg voor velen van jullie door dat het te maken heeft met een financiële situatie waarin je inderdaad aan het wachten bent op antwoord. En dat hadden we hier ook liggen, wachten op antwoord. Maar we hebben ook die kaart van geld wat naar je toe komt of een soort van eigendom. Waarom ligt hier die staven 3? Voor sommigen van jullie gaat het uiteindelijke antwoord of de uitspraak of de beslissing in jullie genomen worden. Waarom ligt hier de staven 3? Universum, waarom ligt hier de staven 3 voor de komende week? Onder op het dek. Kelken 8. Dus dit betekent dat je iets gaat afsluiten, ergens van wegloopt. En we zagen net de kelken 9, dus van die kelken 8 ga je naar de kelken 9. Dus van een situatie die je niet gelukkig maakt, niet blij maakt, die je misschien emotioneel uit balans, waardoor je emotioneel uit balans raakt, iets wat je heeft uitgeput, heb ik ook het gevoel. Iets waar er heel veel competitie, machtsstrijd, uitdagingen, obstakels zijn. Dit is iets waar je van gaat terugtrekken. Universum, waarom ligt hier de staven 3. Het kan ook zijn dat er dus nieuws, positief nieuws binnenkomt, waardoor je eindelijk van die kelken 8, waardoor je een situatie verlaat die je niet blij maakt en naar die kelken 9 gaat. Tevredenheid. Ja, er komt positieve vooruitgang. We hebben de staven 8. We hebben dus 2 vijven, dus die vijven kunnen belangrijk zijn, 5-5. En ook het cijfer 8 kunnen cijfers zijn die je herhaaldelijk ziet, 8-8. We hebben de kelken 8 en de staven 8. Positieve kansen. We hebben hier de deur. Kansen wachten op jou. Dus dit is positieve vooruitgang, beweging die er komt. Dus ik heb ook het gevoel dat jullie van een periode van wachten, met die staven 3. En dit is ook manifesteren, maar dit is nog wachten terwijl je plant wat je volgende stappen zullen zijn. En ga naar nu
stappen genomen worden. En het kan voor sommigen van jullie ook een emotionele stap zijn die je gaat nemen. Waarom ligt hier die koning van pentakels? Eer en respect komt naar je toe. Dus ik heb het gevoel voor sommigen van jullie dat je gelijk zult krijgen in een bepaalde situatie. Waarom ligt hier die koning van pentakels? De koning van pentakels. Een situatie zal succesvol blijken. Of succesvol, een succesvolle uitkomst met die koning van pentakels. Maar het kan ook iemand zijn in je omgeving die eigenlijk misschien niet de allerbeste bedoelingen heeft. Iemand die heel doelgericht is en iemand die ook wat materialistisch kan zijn. Waarmee je overhoop ligt, waarmee je meningen botsen. Iemand die de strijd met je aangaat. Dit kan zijn in een relatie, in een vriendschap, familielid. Staven 2, plannen maken, op een kruispunt staan. Waarom ligt hier de koning van pentakels? Waarom ligt hier de koning van pentakels? De kelken 4. Niet tevreden zijn in de situatie. Ja, zoals ik zei, met die kelken 8 hier. Je terugtrekken. Iets maakt je niet blij. Kijk, met die kelken 4. Dit is ook een kaart. Kan een kaart zijn van verveling. Een soort van apathie. Niet blij zijn met de huidige situatie. Dit kan ook iets zijn wat je afleidt. Een soort van afleiding. Of iets heeft je afgeleid. Van je doel. Wat je wil bereiken wellicht. Je kunt je ook afgewezen voelen in een situatie met die kelken 4. En daardoor besluiten om inderdaad plannen te maken om verder te gaan. Een keuze te maken om je terug te trekken emotioneel. Waarom ligt hier die zwaarde 5? Voor sommigen van jullie heeft het ook te maken met datgene wat je aangereikt wordt. Waar je een keuze over zult moeten maken. En het is op de een of andere manier een soort van verlies wat je leidt. Waarom ligt hier die zwaarde 5? De doodkaart, schorpioenenergie. Waarom ligt hier de zwaarde 5, universum? En de zonkaart, wauw. Dus van het donker gaan we naar het licht. Transformatie en een nieuw begin met de zon. En de zon is de mooiste kaart uit het dek, leeuwenergie. Die doodkaart is ook een hele mooie kaart. Het is een kaart van transformatie en wedergeboorte. En weer nieuwe creatieve ideeën krijgen. Het kan te maken hebben ook met je gezondheid. Die zon staat echt voor, de dood staat voor verandering. De zon staat ook voor vitaliteit. Durven schijnen, stralen. Een soort van vrijheid. En dan hebben we onder op het dek de kelken aas. Dus er gaat een grote transformatie plaatsvinden. En er kan informatie naar je toe komen. Je kunt ook te maken hebben met een koningin van pentakels. Zie je hier onder op het dek. Stier, maag, steenbok. Of dat is je eigen energie. Dus het, met de koning en de koningin van pentakels, het kan staan voor een echtpaar. Maar iemand gaat naar kalmer vaarwater. Voor sommigen van jullie betekent dit dat sommigen zullen gaan reizen of verhuizen. Ik zie de wereldkaart, ik zie de zwaarde 6. Dus een nieuw hoofdstuk wat er gaat beginnen. Er gaat iets eindigen en dit kan zijn met een soort van verlies. Want er is een soort van conflict wat hier ligt met de staven 5. Ja, staven 4. En dit is de 11-11 kaart. Doe een wens. Een kaart van wensvervulling. We hebben de ridder van kelken. Schorpioen, kreeft, vissen. En we hebben de staven 10. Een kaart van lasten kunnen loslaten. De staven 4 kan te maken hebben met relaties. Maar is ook weer een kaart van succes, harmonie.
En ik heb het gevoel, met de ridder van Kelken, dit is iemand die zich kwetsbaar durft op te stellen. Iemand die zijn gevoelens uit. Dit is ook een energie van flirten. En de staven 10 is een kaart van, ja, er is balans nodig. Oeh, en onder op het dek zie ik hier de duivel. En de duivel is ook weer een kaart van vast blijven houden of iemand waaraan je blijft vasthouden. Of iemand houdt aan jou vast. Is ook een kaart van ego, blokkades, bepaalde patronen en vooral ook extremen. Waarom ligt hier die staven 10? Waarom ligt hier die staven 10, universum? De hoge priester, het huwelijk, stabiele relaties, toewijding. Maar dit heeft ook te maken met bepaalde instanties voor sommigen van jullie. Of met je omgeving. Systemen. Waarden, normen, contracten. Waarom ligt hier de staven 10? Cultuur heeft het mee te maken. Religie, afkomst. Waarom ligt hier de staven 10? Dus voor sommigen van jullie heb je te maken met iemand met een andere achtergrond, met een andere cultuur of met andere waarden, andere normen. We hebben hier een koning van zwaarden, tweelingweegschaal waterman. Energie. Iemand die, ja, staat voor structuur, feitelijk is. En dit kan ook je energie zijn op het moment dat je je emotioneel terugtrekt met die kelken 8. Want dit is ook iemand die emotioneel niet meer geeft in een situatie. Iemand die de feiten op een rij zet. Nou, we hebben onder op het dek weer die koning van Pentakel, stier, maag, steenbok. En met die hoge priester hebben we ook heel sterk stierenergie. Waarom ligt die hoge priester hier, universum? Er kan dus, ja, conflict zijn binnen je, ja, close relaties. Binnen het huis waar je woont wellicht. Die staven 4 kan staan voor een huis. Voor sommigen van jullie gaat er de komende week inderdaad iets te vieren zijn. Of ergens een bijeenkomst zijn. Waar er een soort van conflict kan ontstaan. Waarom ligt hier de hoge priester? De koning van staven. Dus we hebben 3 koningen. De enige koning die mist is die koning van kelken. Schorpioen, kreeft, vissen. Koning van staven. En waarom ligt hier de hoge priester? Dat zijn er te veel. Voor sommigen heb ik echt het gevoel dat er iets, ja, iemand laat zich zien van zijn ware kant. Met die zwaarden 5 en ik zie hier de ridder van zwaarden. Iemand laat zich van zijn andere kant zien.
Iemand is heel nuchter, met beide benen op de grond met die koning van pentakels. En hier hebben we ook de doelgerichte persoonlijkheid. Dit is echt een go-getter, maar ook echt iemand die actie onderneemt. Dus als je te maken hebt met een vuurteken of een stier, of je bent zelf een vuurteken. Maar ik zie dat er een situatie is of een relatie die je hebt waar je echt, waar je helderheid in gaat krijgen met die zonkaart. Omdat een grote transformatie, een verandering gaat er komen. En het kan zijn dat iemand zijn true colors laat zien. Dus laat zien wie die werkelijk is. Met die oneenigheid. En het kan dus een man zijn met blond, grijs of wit haar. Maar ik zie dat er positieve vooruitgang komt. En dat kan ook voor sommigen van jullie iets zijn wat je... wat een hele lange strijd is geweest. Want we zagen de staven 9 onder op het dek liggen. Iets wat heel vermoeiend is geweest. Waarin nu positief nieuws komt. Want ook die staven 4 is een kaart om iets te vieren. En je hebt ergens voor gevochten. Je bent heel doelgericht te werk gegaan. Je bent die uitdaging aangegaan. Je hebt niet opgegeven. En nu eindelijk komt er eer en respect naar je toe. Omdat je zo doelgericht bent. Bent blijven vasthouden met die staven 9. En je hebt nu eindelijk kom je tot die staven 10. En het kan dus zo zijn dat er op de een of andere manier een soort van compromis gesloten wordt. Maar ik heb het gevoel dat er een uitspraak kan zijn van een instantie. Dit kan een overheidsinstantie zijn. Een overheidsorgaan voor sommigen van jullie. Maar met die koning van zwaarden. Dit is iemand die buiten je... die niet emotioneel betrokken is in die situatie... Echt een feitelijke persoon. Dus daar komen feiten op tafel. Er worden beslissingen genomen. Er wordt structuur aangebracht ergens in. En je kunt eindelijk iets achter je gaan laten. Met die kelken 8. Je komt eindelijk van die kelken 8 naar de kelken 9. En daar komt communicatie, heb ik het gevoel. Want ook de aas van zwaarden zagen we. Dus iets wordt duidelijk. Er wordt een keuze gemaakt. Er wordt een beslissing genomen. En er komt positief... Nieuws. Waarom ligt hier de staven 8, universum? De staven 8. De sterkaart, wensvervulling. Healing. Ja, eindelijk na een hele periode van wachten, vertragingen, langzaam stapjes in de goede richting kunnen zetten met die ridder van pentakels. Dit is iets wat je aangeboden wordt. Iets waar je op hebt gewacht. Iets waar je op hebt gehoopt. Met die ridder van pentakels. Met de sterkaart. En iets waarin je bent blijven volhouden. Waarom ligt hier de zonkaart? De zonkaart. Iets wat je niet hebt kunnen zien of iets waarin je de hoop bent verloren... Iets waar je eigenlijk een soort van het gevoel had niet meer aan jezelf te kunnen bevrijden. Daar komt eindelijk duidelijkheid. Die blinddoek gaat af. En de onzekerheid, de angst, ook met die duivelenergie die we zagen. Datgene wat een situatie heeft geblokkeerd of een relatie heeft geblokkeerd op de een of andere manier. Daar komt helderheid. De weg wordt vrijgemaakt. Met die zonkaart. Heel mooi. Heel positieve energie. Er komt duidelijkheid eindelijk. Waarom ligt hier de zonkaart?
Er komt eindelijk positieve verandering. De magier, tweelingenergie en de zwaarde 10. Ja, een moeilijke periode wordt afgesloten. Je gaat van het donker naar het licht. Want ook met de zwaarde 10, de enige weg is omhoog. En je ziet die goud, dat goud hier op de achtergrond, dat is de horizon. Er komt weer licht aan de horizon. En ook met de sterkaart, licht aan het einde van de tunnel. Er is weer hoop in de situatie. Er komt positiviteit. Iets wat je zelf gemanifesteerd hebt. En er komt communicatie. Ja, je kunt je eindelijk bevrijden uit een benarde positie. Iets wat je vrijheid, je voelt je ingeperkt, vastzitten. Iets wat je, ja, voor sommigen van jullie een soort van beroving van je vrijheid of je vastvoelen zitten. Eindelijk kun je je bevrijden uit een situatie. Of er komt eindelijk een manier, een strategie. Er is weer hoop. Voor sommigen van jullie is het een plan wat je krijgt met die staven 2. Ik zie hier de zwaarde 7, strategieën. Slim zijn. Dus voor sommigen van jullie komt er een soort van idee wat je krijgt. Op een slimme manier of op een sluwe manier misschien wel. Je uit een situatie te bevrijden. Of ergens onderuit te komen ook. Of om een situatie te verbeteren. Want ik zie helende energie. Ik zie de gematigdheid. Het rustiger aan te kunnen doen. Als het te maken heeft met een werksituatie. Je gaat een manier vinden om het misschien rustiger aan te doen. Maar niet minder inkomen te krijgen. Er komt creatieve ideeën met die zonkaart. Je bedenkt een verandering. En je bent heel doelgericht daar de komende week mee bezig. Daarover na te denken met de staven 2. Hoe kan ik mijn situatie veranderen? Want hoe het nu is, daar ben ik niet tevreden. Ik zag tijdens het voorschudden van de tea leaves dissatisfaction with life. Die gebroken cup. Dus niet tevreden zijn met hoe iets bepaald in je leven nu op dit moment gaat. En ik heb het gevoel dat jullie daar een heel slim, sluw idee over hebben hoe je je kunt bevrijden uit die situatie. Een strategie, ook met die koning van zwaarden die we hier hebben. En dat je daar doelgericht actie op kunt ondernemen. Het kan ook zo zijn dat je te maken hebt met een vuurteken. Iemand die je daarin inspireert op de een of andere manier. Iemand die komt met een cadeautje door een soort van advies te geven. Want die hoge priester is ook een kaart van onderwijs, van coaching. Het kan iemand zijn dus die een goed advies geeft. Dus dat is de boodschap voor de komende week. Laat het me zeker weten als het resoneert. Ik wens jullie een hele mooie week toe en tot de volgende keer. Dag!